Dion, we staan hier in de hal van de Boogaard, waar het eerste en enige VVV-kantoor, ik moet eigenlijk zeggen VVV-agentschap, gevestigd is voor Moergestel. Wat is nou het verschil tussen een agentschap en een volwaardig VVV-kantoor zoals in Oosterwijk? Het is kleinschaliger. Onze voorraad is kleiner, beperkter dus in omvang. We hebben ook maar een paar vierkante meters, zoals je ziet, en Oosterwijk is veel groter. En wat is dan de taak van dit agentschap? Het uitdragen van de omgeving, specifiek Moergestel Oosterwijk. We werken ook nauw samen met Oosterwijk. Het uitdragen van de omgeving hier, zowel voor wandelen als voor fietsen. Je zegt het uitdragen wat betreft bezienswaardigheden en dergelijke van de omgeving. Betekent dat het alleen een functie heeft voor de toeristen, voor mensen van buiten? Nee, zeker, zeer zeker niet. Ook voor de mensen vanuit Moergestel. Ik kan me voorstellen dat je van hieruit een wandeling gaat maken naar de Campina. Nou, hier liggen de kaarten ervoor. Heb je dan bijvoorbeeld een voorbeeld van een vraag van een Moergestelnaar die hier aan het loket komt? Ik heb zojuist iemand gezien. Waar komt zo iemand dan voor? Nou, die kwam toevallig omdat ze in Oosterwijk de kaart niet hadden. Dus die hadden wij hier wel. Dus dat is een pre voor ons. Maar die wou dus specifiek een kaart van Oosterwijk en de Campina. Die wou we daar gaan wandelen. Mieke, ik zie jou hier zo in de vroege morgen al in het kantoor zitten van het agentschap van de VVV Moergestel. Ja. Hoe komt Mieke Oelemans verzeild in deze functie? Dat komt omdat ik hiervan hoorde en ik heb al 6,5 jaar vrijwilligerswerk gedaan in Oosterwijk bij de VVV. Dus ik had de nodige ervaring en ik vond het wel leuk om hierin te springen. Om de boel mee op te zetten en te kijken of dat lekker kan gaan lopen. Mede hebben we gezorgd dat we een aantal vrijwilligers hebben. En die leid ik een beetje mee op nou. Om ze wat wegwijs te maken in de artikelen die we verkopen. Wat zijn nou, want je noemt net de vaardigheden die jij al hebt. Wat zijn de vaardigheden die een VVV-medewerker of medewerkster zou moeten hebben? Nou, in ieder geval de nodige kennis van de kaarten die je verkoopt. Van de wandelkaarten, de fietskaarten. Het systeem kent van het fietsknooppuntensysteem. Dat je dat de mensen goed kan uitleggen hoe dat precies werkt. Want veel mensen weten dat nog niet. En het geldt hetzelfde voor de wandelkaarten natuurlijk. Ja, verder, dat is gewoon eigenlijk een beetje wat je moet weten. De omgeving moet je een beetje kennen. Althans, een beetje goed. We hebben net in de intro gezien, Dion, dat jij wat spullen ging buiten zetten, uit een Boogaard wegsjouwen en dat gaat dan naar het plein toe. Kun jij eens toelichten waar dat voor is en wat verder jouw taak is binnen dit VVV-agentschap? Nou, we hebben met tweeën deze taak opgepakt, Mieke en ik. En Mieke doet meer het administratieve werk, ik doe meer het logistieke werk, laat ik zo maar zeggen. En het buitenwerk. Ik bezoek ook de campings en de bed and breakfast en ik probeer daar het VVV-kantoortje te promoten, zodat de gasten die daar zitten hier ook komen. Maar wat zijn zo de artikelen die jullie het meest verkopen? Het meest verkopen we de knooppuntenkaarten om te fietsen. Daar komen de meeste mensen voor. Daarnaast is ook heel belangrijk dat we verkopen de Irischeck en de dinerbonnen. Daar beginnen ze nu ook achter te komen. Dat gaat gewoon heel lekker lopen nu. Maar dat is toch wel heel fijn dat je daarvoor hier terecht kan. Toen jij eraan begonnen bent, had jij een bepaald verwachtingspatroon. Is het een beetje aan het uitkomen? Ja, eigenlijk wel. Want iedereen zei van, god, wat is dat nodig dat jullie hier komen? Maar dat blijkt gewoon nodig te zijn, want ze komen gewoon enthousiast binnen. Mieke, zo'n instelling in ons dorp verdient, denk ik, wat meer aandacht en een officiële opening. Komt er dat nog van? Ja, die gaat komen. Daar zijn we van plan. Eigenlijk het volgende seizoen, als dit tegen de zomer gaat, goed gaan aantrekken. Want nu is het gewoon, ja, we zitten einde seizoen. Dus dan willen we daar dan toch een echte leuke opening van gaan maken. Begin volgend jaar wordt dat dan.